Ja, ik had vorig jaar de mooiste 1 april grap die er was. 1 april is het moment voor een goede grap en een lach. En hoe kun je die dag beter beginnen dan met Startup Comedy in Theater Diligentia? Zo, goedemorgen. Wat leuk dat jullie er zijn. Maar jarenlang was ik geobstipeerd. Ik at pruimen en dronk venkelthee. Maar wat ik ook deed, het liep mij niet gesmeerd. Een comedy show op 1 april, is dat toeval? Nee, dit is geen toeval. We organiseren dit al 1 jaar of 3. Het is steeds op de eerste maandag van de maand en dit jaar valt het toevallig op 1 april. Voordat Hagenaars naar hun werk gaan, kunnen ze niet alleen genieten van comedy, maar ook van een lekker ontbijtje. En daar is bewust voor gekozen. Wij willen de mensen met een heerlijke, ontspannen, maar ook opgeladen, energiek gevoel de dag insturen, de week insturen. En je ziet ze met zo'n grote lach de zaal verlaten. Dat is echt te gek. Normaal zijn de shows van cabaretière Katinka Polderman op een later tijdstip. Maar zo'n vroege show bevalt haar wel. Nou, het was heerlijk, want je merkt toch dat 's ochtends het publiek veel frisser is. Dus alle subtiliteiten werden opgepikt. En 's avonds hangen mensen toch meer in de stoel. Dus ik vond het heel verfrissend. Ik wil het altijd zo. Maakte het voor jou nog uit dat het op 1 april is? Is dat dan een extra speciale dag voor jou? Nou, ik was vooral heel bang dat mensen niet zouden geloven dat ik om 8:30 ochtends op ging treden. Dus dat er niemand zou zitten. Gelukkig was het geen 1 april grap en zat de zaal vol. Maar hoe zit het met de bezoekers? Zijn zij wel eens in een 1 april grap getrapt? We hadden een bedrijfsuitje in Leiden. Zijn we met een rondvaartboot zijn we door Leiden gaan varen. Een van de collega's, de dame hiernaast, die kende de schipper. Alleen dat wisten wij niet. Dus zij had een verliefdheidsact, zeg maar, samen met de schipper. Terwijl de rest van de collega's dus hadden van, wat gebeurt hier? Je bent toch getrouwd? Ja, ik had vorig jaar de mooiste 1 april grap die er was. Naast de honden hebben wij 2 huismeeuwen. Die zitten bij ons op de vensterbank. Bij mijn kleindochter op school kregen de ouders vrijdagmiddag een appje. Dat in verband met de kosten van het reinigen van de toiletten de kinderen allemaal voortaan 10 cent moeten betalen om naar het toilet te mogen. En vorig jaar rond deze tijd, op 1 april, deed ik mijn hoofd buiten de deur. En toen zei ik tegen mijn partner Ilona van, jeetje, kijk eens, ze hebben een kleintje meegenomen. Want af en toe komt dat wel eens voor. En ze trapt dat er volop in, want ze stond op uit bed. Ja. En ze gingen kijken, maar dat was natuurlijk geen kleine meeuw. Ja, ik vond het wel een hele goede grap. Nou, daar hebben we heel hard op gelachen met z'n allen.